waar gaan we naartoe? Malta. Isis en ik zijn aangekomen in Malta voor echt een super korte trip. En ook de allerlaatste die ik zomaar spontaan met haar mag doen. Want zometeen is ze leerplichtig. Ze is al 5. Maar ja, de leerplicht is vanaf de eerste van de maand nadat je 5 bent geworden. Maar we zijn nu in Malta en we gaan het super leuk hebben. Dit is eigenlijk al mijn tweede keer in Malta. Vorige keer was ik hier 5 dagen. Nee, niet 5 dagen, een week. Een ruime week en ik heb eigenlijk het meeste van het eiland wel gezien. Alleen toen was ik helemaal nog niet bezig met kinderen. Het was in 2010. Dus ik heb echt geen idee hoe leuk Malta is met kids. En ik wilde er toch wel heel graag een keer wat over schrijven. Dus we zijn hier nu kort. 3 nachten. En we gaan echt allemaal kinderdingen doen. Dus Isis is helemaal hyper de piep blij. Want we gaan naar Playmobil Land. En Popeye Village. En nou ja, ik hoop dat we ook nog wat cultuur kunnen meepakken. En het is gewoon t-shirtjes weer. Yay! En we gaan naar het aquarium. Zouden ze Nemo hebben, Isis? Hele grote bellenblaas maken bij Esplora. Je moet recht houden je stuur. En Esplora heeft echt een geweldige locatie, want hier achter me zie je onder andere Valletta en de Three Cities. En je kunt dus hier gewoon met een bootje naartoe. Echt super leuk. En waar Isis de hele dag naar uit heeft gekeken, het Playmobil Fun Park. Ze is al naar binnen gerend, want ze kon niet wachten. Malta heeft niet zo heel veel zandstranden, vooral heel veel rotstranden zoals deze. Dit is een van de stranden die Malta dan wel heeft. Het is echt super winderig, maar kijk wat een geweldig blauw water. Stop om binnen te kijken en dan gaan we weer verder. En we zijn nu bij de tempels van Taksin en die zijn heel oud. En wat zie jij, Isis? De dikke billen. De dikke billen, dat zijn toch geen billen? Dat zijn toch benen? 5000 jaar oude benen en Isis zegt dikke billen. Dan onze laatste dagje in Malta zit erop. Morgen worden we om 4:55 hier opgehaald, waar ik nu echt nog niet over na wil denken. Dus het was echt een super kort tripje en nu is het tijd om te gaan slapen. Ja, Isis. En nou ja, we hebben wel een hele leuke tijd gehad en ik heb nu ook echt wel een beter idee wat er op Malta voor gezinnen is te doen is. Dus binnenkort meer blogs natuurlijk. En vond je het leuk om deze vlog te kijken? Vergeet dan niet even duimpje omhoog. En volg ons op gezinopreis.nl.